Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de boerenjongens van Texel. Ik zit nu op de boot en we gaan, net zoals vorig jaar, gaan we nu twee alpakas halen. Therese en Elena, omdat die gedekt zijn, dus die krijgen over een jaar een babytje. En we zitten nu op de boot, toch Luca? Ja. En we gaan zo meteen filmen als we de alpakas gaan halen. Oké. Okay. Nou onderweg en we nemen de boerenroute. En we zijn nou onderweg. Ja. Oké, mensen, we zijn dus nu aangekomen en we mogen hier filmen. Vorige keer hadden we het niet gevraagd, maar ik weet niet waarom. Jens, kom, we gaan alpaca laten zien, ja. Die heel lief en nieuwsgierig is. Ja, en er zit ook nog een poes in de schuur. Ja. Dit is die hele lieve alpaca, hij komt heel de tijd naar je toe. Wow, meneer, gaan we naar huis. Kijk dan, kom maar. En deze heb Elena onze alpaca gedekt. Kom maar. Ze zijn nu de alpaca's aan het halen. Daar komen ze aan, als het goed is. Ja, ja, daar komen ze aan. Ja. Er is toch een kleintje tussen. Oh ja. Lijkt een beetje op zandpas. Ja. Ja, ja, ze komen nu. De alpaca's komen ja, nu. Ja, ze gaan nu rennen. Oh. Ja, daar is Elena, volgens mij. Ja, ik zie Elena al. Oh, die lijkt net als Santos. Daar was haar. Die lijkt heel erg op onze kleine Santos. Ja, die is wel heel leuk. Hoe oud is die? Twee alpaca's. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar gewoon los. En hier staat er ook nog eentje. Vind ik echt super mooi. Deze, ja. Ik had deze al een keer gezien, hè Jens? Ja. En toen vonden we deze heel mooi. Ja. En ik denk dat deze apart zijn, omdat ze zwanger zijn. En daar zit die andere. Ja. Nu weer terug naar huis. En kijk, hier staan twee hele kleine. Een zwarte en een bruine. En die alpakas die we dus hebben gehaald, die zijn gedekt en dan krijgen die dus ook een baby. En die daar staat, die lijkt heel erg op die wijn. Kom maar. Lieve alpakas. Kijk dan. En daar staan er dus ook nog twee. Hier. Die heb ik al laten zien. En hier. Ja, dat heb ik ook zo meteen, want ze maken ook het geluid. Ja, ze We staan nu bij de McDonald's. En wie kan nou ooit zeggen dat die met ze door de McDrivers gaan met alpaca's achterin? Hier staan de alpaca's. En we staan nu dus ook bij de McDrive. De boot. En de alpaca's zitten nu in de auto. Dit is Elena en dit is Therese en ze komen net bij de mensen die ze dus hebben laten dekken. En die komen ook nog eens zo straks thuis. Ja, en dan krijgen ze over 11 maanden of een jaar ongeveer een baby. Net zoals Tommy Duncan. Ja, ik zie de zee. Nu natuurlijk op de boot. En kijk, we zijn nu hier aan het varen. We zitten in de zee, want anders kan je niet varen als er geen zee is. En als er geen zee is, dan kan je ook geen bootje varen. Nee. En daar is Texel.
weet niet of het ziet, maar daar. Ja, daar al. Is Den Helder. Ja. Maar we zijn al van op de broodbeen. Weet je waarom? Tessel is Nederland. En dan gaan we nu weer naar de alpaca's. En dat is gewoon hier. Elena en Therese die zijn nu weer thuis en ze gaan zo meteen naar de rest, dus dan gaan ze heel wild zijn, denk ik. Dit is al een baby konijntje en ze zijn al 5 weken oud en ik vind ze super schattig. Mensen, ik kan even niet meer de alpakas laten zien, want ze blijven nu even met z'n tweeën. Ja. Maar dit is het einde van de video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Maar... vergeet geen blauw duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer toch, Luc? Ja, maar dat mag ik niet zeggen. Ja. Ik ben wel zeiken nat. Ja, omdat hij een fles ging vullen voor de babykonijn. Ja, en hij was de volgende toen en spet er alles eruit. Nou. Tot de volgende keer. Doei. Doei.